Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie 5 topproducten laten zien onder de 5 euro, weliswaar. Jawel, 5 producten die niet zomaar gewoon onder de 5 euro zijn, maar 5 producten waar ik van zeg, die zijn gewoon goed. Die zijn fantastisch. Ik doe deze video's niet zo vaak, omdat ik gewoon niet altijd 5 topproducten heb onder de 5 euro. Dus ik wacht tot ik echt producten heb die de moeite zijn en niet zomaar producten om erbij te steken. Dus vandaar dat het weer even geleden was dat ik zo'n video gemaakt heb. Ik heb ondertussen 2 andere video's die ook 5 onder 5 als titel hebben. Dus ook 5 producten onder 5 euro. Die zal ik hieronder linken. Daar kan je ook nog altijd naar gaan kijken. Ik ben nog altijd fan van deze producten die ik in die video's laat zien. Maar goed, we gaan nu over naar de 5 producten die in deze video de top 5 behaald hebben. Ik ga beginnen met het product dat echt het meeste liefde heeft gehad. En ja, je kan het er echt wel aan zien, want het ziet er echt disgusting uit. Of echt wel, niet appetijtelijk uit. En dat is dit. Ja, je ziet het. Heel de verpakking is, het logo is er al helemaal af. Het ziet er ook echt al veel gebruikt uit, maar het is het ook. Dit is eigenlijk een oogschaduw van Essence. Nummer 05 My Favorite Topping. Ik denk van de matte collectie. Ja, het staat er niet meer op. Ik weet het niet exact. Maar normaal gezien de productjes die in zo'n dome komen, dus in zo'n rond bolletje. Ja, deze is al helemaal plat. Zoveel heb ik hem al gebruikt. Ik gebruik hem niet om mee oogschaduw aan te brengen, maar ik gebruik hem als contour. Het is ook om die reden in de beautywereld, de YouTube-bloggerswereld, een enorme favoriet. En ik moet zeggen, mijn favoriet is hij ook absoluut echt de moeite. Geeft een super mooie, coole ondertoon van contourkleur. En natuurlijk ook onder de 5 euro. De volgende favoriet is eigenlijk ook weer een contourkleur. Het is misschien een beetje lame om 2 contourproducten in 1 video te steken. Maar ze zijn gewoon alle 2 echt super goed en ook onder de 5 euro. En deze is een contourkitje. Dit is van de Action en hier zat ook een kwastje bij. En ik moet zeggen, dat kwastje is ook echt heel erg goed. Ik heb vandaag ook mijn gezicht geshaped met dit paletje. Dit is wel het contourpaletje in een donkerdere kleur. Je hebt denk ik ook nog een lichtere trio. Ik had de verkeerde meegenomen. Dus deze is de donkerdere variant. Maar ik gebruik deze voornamelijk om te contouren. Soms een klein beetje van die middelste kleur. En voor mij gaat hij ook perfect. Ik heb daar nu ook vandaag mee gecontoured. De borstel werkt echt super goed. Ik ben hier enorme fan van. Die donkerste kleur, ja, die is echt wel te donker voor mij. Maar misschien ook een goede optie. Moest je een donkerdere huidskleur hebben dan mezelf hier, dan is dit ook een optie als je wilt contouren en budgetproof wilt blijven. Het volgende topproduct zijn deze 2. Ik reken ze uiteraard als 1. En dit zijn lippotloden. Dus eigenlijk van die lippenstiftjes in een potloodvorm. Matte, dus ook heel trendy. Van New Look. De Pure Color potloodjes zijn echt super fijn. Brengen mooi aan, blijven goed zitten, zijn mat. En ze werken gewoon echt super goed. Ik vind ze super leuk. Ik gebruik ze super veel. Ze zitten permanent in mijn handtas. Dus echt de top potloden. Ik wil zeker meer kleurtjes gaan halen. Ook nu weer een tweede lip item. Sorry daarvoor. Maar ja, als het nu eenmaal de topproducten zijn, ja, dan is het gewoon zo. En deze zijn van de H&M. Dit zijn wel 2 verschillende producten. Dus ik reken het als 1. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Het eerste is de Velvet Lip Cream. En dat is zo'n matte, vloeibare lipstick. Ongelooflijk mooi. Blijft super goed zitten. Echt een topper als je van die matte liquid lipsticks houdt. Dit is het tegenovergestelde. En dat is een Lush Lip Vanille. Dit is zo'n lip lacquer. Een heel erg super gepigmenteerde lipgloss. Die echt gewoon in 1 laagje een volledige dekking geeft. En een super mooie glans. Dus die 2, ik hoop dat ze onder de 5 euro zijn. Ik denk het wel. Ik weet de prijs niet exact van buiten. Maar in ieder geval zijn ze budgetproof en echt de moeite om aan te kopen. Of om eens een kijkje te gaan nemen. Mat of glanzend, wat jij wilt. En dan mijn laatste topproduct onder de 5 euro is van Essence. En dat zijn de eyeshadow potloden ook weer. Oeps. Dit zijn de 2-in-1 eyeshadow en liner waterproof potloden. En die breng je gewoon heel gemakkelijk aan over je
volledige ooglid of een klein beetje in de binnenste ooghoekjes, een klein beetje onder de wenkbrauw, waar jij wilt, of gewoon echt als liner. Die blijven heel goed zitten, blenden supergoed uit en zijn gewoon, ze doen wat ze moeten doen, zijn gewoon heel erg mooi. Ik denk dat je ze zelfs een klein beetje zo, op, we zullen het even doen, als highlighter zou kunnen gebruiken. Dit is nu misschien een beetje overdreven, maar echt super mooie potloden. Super, super, super goede kwaliteit en dat voor een budgetprijs. Zo, dit waren mijn 5 producten onder de 5 euro die ik echt fantastisch goed vind werken. Laat mij weten wat jouw budgetproof favoriet is of wat jouw ultieme product onder 5 euro is. Dan kan ik dat misschien ook gaan uittesten en wie weet komt dat dan volgende keer in mijn 5 onder 5 video. Zo, bedankt voor het kijken. Zoals gewoonlijk, wil je meer beauty nieuws, beauty video's? Abonneer dan, gratis en voor niets. Dan blijf je op de hoogte van al mijn opkomende video's. En zoals gewoonlijk, ja, like je als je deze een leuke video vindt. En tot de volgende keer. Bye!